En dan weten we toch ook gelijk welke baas het is. Het is Dolle Dillo. Die nu ook helemaal lijp is geworden, joh. Yo, Nintendo fans. We moeten naar de vergeten woestijn. Want we moeten nog steeds een stuk van de ziel van de Leeuwenkoning redden. En dat doen we hier. Leon's ziel, 49 stukjes in de vergeten woestijn. Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat. En als jij ook benieuwd bent en dit vet vindt, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Nou ja, wat gaat er nou gebeuren, hé? Komen we nog voor verrassingen te staan? Ik moet wel eventjes uitkijken, denk ik, dat ik niet gelijk dood ga hier. Want, dat is nog best wel een serieus probleem. Als ik nu één keer geraakt word, dan is het gewoon, denk ik, klaar. Ja, dit bedoel ik dus. Wat heb ik eigenlijk aan deze power-up? Dit is een beetje een gekke power-up hiervoor in het water. Dit werkt toch helemaal niet? Anyway, het eerste stukje hebben we nu. Ik denk wel dat ik deze power-up nodig heb. Anders zouden die mollen hier niet zijn in het begin. We moeten wel even goed kijken waar alles ligt. Want dit is best wel een groot stukje. Kijk, hier ligt bijvoorbeeld een sterretje. En dan... oeh, daar in de midden, sardientjes, die wil ik. Die wil ik, jongens, die wil ik. Ik wil de sardientjes, ik heb healing nodig. I need healing, let's go. Oké, ik denk dat ik nu zo al deze stukjes eventjes moet pakken. Eventjes lekker onder de grond. Als een professionele mol. Nee, oké. Ah, misschien toch wel, misschien ook nog deze. En dan, bam! Niet? Krijg ik hier geen stukje ziel voor? Ligt dat stukje ziel hier bij broer konijn dan of zo? Kijk, ja, daar ligt hij. Oké. Het eerste stukje is in de pocket. Oh, het was het tweede stukje natuurlijk al. Eens even kijken hoor. Hier ligt ook nog wat. Een dingetje. Wat gebeurt er dan? Daar krijgen we nog meer eten van. Sushi! Oh, ik heb nu gelijk trek in sushi, jongens. Kan er niks aan doen. Altijd als ik sushi zie, dan wil ik sushi eten. Zo werkt dat nou eenmaal in mijn brein. We kunnen ook nog helemaal hier naartoe. Even links kijken. Ik zie daar rechts voor, zie ik al een stukje ziel. Maar ligt hier ook nog wat? Ik denk het wel. Ik denk dat we dit ook moeten doen. Oh, dat is gewoon een megamuntje. Oh, maar ook gelijk een boss battle. Ik ben niet zo heel erg blij met deze power-up in deze boss battle, moet ik heel eerlijk toegeven. Want, ik heb dit nog amper geüpgraded. En dit gaat heel lang duren, ben ik bang. Kijk, ik kan er wel raken, maar echt heel weinig. Ja, nee, dit werkt niet, joh. Dit werkt totaal niet. Moet ik nou echt Fleurina hiermee gaan slopen? Ik heb die sterretjes nodig. Ik wil gewoon die sterretjes op haar bakkers gaan schieten. Ik denk dat dat veel beter werkt. Zo, hoppakee. Let's go, Kirby. Oh my gosh. Fleurina die sprint in één keer naar mij toe. Dat is niet de bedoeling. Geef me een ster. Hier. Oh, ik ben geraakt. Ik ben geraakt. Hier nog een ster. Hier nog één. Lekker. Oh, ik ga weer dood. Ik ga bijna dood. Nog één keer geraakt worden, dan ben ik dood. Ja, maar dit is niet eerlijk, jongens. Hier. Vangen. Hier nog een keer. Ah, nee. Als ik die had geraakt, had ik gewonnen. En nu heb ik een probleem. Ja, want dit is kapot moeilijk. Hier word ik sowieso één keer geraakt, denk ik. Ik ga eerst deze wel even pakken. Kijk, hier staat gewoon bommen meneer naast, jongen. Met bommen meneer is het veel makkelijker. Yo, Fleurina, chick. Had je wat of niet? Had je wat? Hier. Je bent alsnog wel irritant, moet ik zeggen, Fleurina. Wil je even stoppen, misschien? Niet zo stoer doe jij, joh. Hier, dit bedoel ik. Wegwezen. Jij doet echt veel te stoer tegen mij. Ja, ik moest het wel doen voor 3 van die zielenfragmenten. Oh, gaan we ronddraaien? Nee, dat wil ik niet. Nou, misschien wil ik dat wel. Laten we de windkracht pakken. Mazzel. Hij is wel leuk. Nu kunnen we dit pakken en dan? Wacht even, eerst moeten die blokjes daar weg. Nee. Oh, Kirby, luister even. Die blokjes moeten weg, dus je moet bommenkracht pakken. Hier, Kirby, haal even die blokken weg hier. Nee, haal nou die blokken weg. Oh, dat werkt niet zo? Hoe dan? Dit is best wel een flink eerste stukje. Laten we eerst dit eens even gaan kijken, wat hier allemaal gaande is. Met al deze konijntjes. Ligt hier ergens nog een stukje ziel? Bijvoorbeeld als we dit eraf halen. In ieder geval hebben we hier een knoppie. En met dat knopje gaan die blokjes dan wel weg. Oké, dit is wat we moesten doen. Maar ik heb nog steeds een vraag. Waar is het laatste stukje ziel dan? Ja, oké, rij maar door. Rustig, rustig. Zit dat laatste stukje hierin? Bam! Daar zat wel een stukje in, maar er is nog meer. Ik heb zo'n vermoeden dat ik hierin kan. Nee, helaas. Moet ik hier ergens kijken? Moet ik al deze molshopen overal weghalen? Of die zandhopen? Ik denk dat dat het is, ja. Er zal vast ergens nog wel zo'n stukje onder de grond liggen of zo. Hier ligt ook nog wat. Nee, dat is ook weer een lekker stukje taart of zo. Laten we hier kijken. Is het hier? Nee, ook niet. Is het hier? Ja, dat is hem. Maar is er nog één? Meen je niet? Ik dacht dat ik er nu wel was. We kunnen hier nog bovenop staan en dan
Gebeurt daar nog wat? Nee, dat is dat muntje. Oh, kijk, hier bovenop dat schip liggen ook nog van die zandhopen. Ja, hier moet het wel liggen, want hier had ik net niks gevonden. Hier moet er wel eentje tussen zitten. Ja, nee, ook niet. Ja, waarschijnlijk in de achterste, toch? Hier zit er al een. Ja, hier zit er een, hè? Jeetje! Deze waren even wel een partijtje goed verstopt. Ik kan eindelijk verder. Oh ja, dit stukje was ook grappig, ja. Met al die dikke slijmmonsters. Dat was inderdaad hier zo. Oké. Ja, hier hebben we hem. Deze wil ik even pakken. Ik wil even van mijn drillboor af. Want ik ben mijn drillboor een beetje zat. Even iedereen van de muur halen. Hier, hotse flots. Jij ook even eraf. Zo, hotse. Ja, lekker. Oh, daarboven zit er nog één. Gaan we eerst even hierop. En dan gaan we jou even weghalen daar. En dan gaan wij even zweven zo. Hotse, ziek idee. Lekker. Die hebben we ook weer te pakken. Dan hierboven. Nog. Die gaan we ook wel easy pakken op zich. Zo. Moeten we jou nog kapot maken, meneertje? Ik denk het wel, hè? Ga ik even de apenpower pakken, hè? Die al lang geen apenpower meer is, trouwens. En de waterballon Kirby. Go! Maak hem kapot! Lekker! Geen stukje ziel, zo te zien. Dat dan weer niet. Gaan we hier even die Spikey pakken. Spikey, kom maar! Want jouw matte hierboven, die heeft wel een stukje ziel. Hotseflots. Ik denk dat ik hier dit knopje in moet drukken, hier om de hoek. Ja, oh ja, ja. Dan ging dit platformpje naar boven. Waterballon Kirby! Go, go, go! Wat ziek idee. Doei, 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 doei. Zo'n slijmmonster, mazzel. Au. Dat deed trouwens nog wel even pijn. Oh, nee, wacht. Ik moet die bloemetjes water geven. Dat is wat we moeten doen. Alle bloemen moeten weer leven. Kijk, deze... En dan daarachter zijn er nog twee. Deze nog en dan die hierin. Ik denk dat we dan een stukje ziel krijgen. Nee! Niet eens! Of is er ergens nog een bloem? Hier is nog een bloem. Ja, oké. We hadden even een bloemetje gemist. Zijn dit gelijk de laatste drie stukjes dan? Dat zou lekker zijn. Ja, nice. Oké, nu kunnen we wel snel er doorheen. Ging sneller dan het vorige stukje. Oké. Eens even kijken wat hier gebeurt. Heb ik jou nodig? Heb ik jou nodig? Schiet meneer. Nee, ik bedoel niet mij neerschieten. Ik bedoel gewoon een meneer die schiet. Een schiet meneer. Eens even kijken hoor. Waar gaan we nu de dingetjes vinden die we nodig hebben? Hoeveel blikjes zitten hierin? Hier zitten 100 blikjes in. Hier hebben we dan eentje. Dan hier naar achter. Deze kant op. Oh, zij zitten gewoon van een lolly te genieten. Oh, nice. Nice, we kunnen rennen. Sprinten. Maak ze allemaal kapot. Goed, deze ook. Iedereen kapot. Hier een stukje ster. Oh, we moeten daarin, hè? Ja, we moeten erin. Let's go. Oh, nog net op tijd. Ik hoop wel dat we alles pakken. Ik heb het gevoel echt dat we dingen missen nu. Maar ja, dat zien we straks aan het einde wel. Dan moeten we gewoon weer teruglopen. Simpel als dat. Hier moet straks een ring in. Deze bom. Kapot schieten. Dan pak ik even hier bommenkracht. Dan pakken we deze. En dan gaan we hier even dat zand wegblazen. Deze openmaken. Oh, er zit een lolly in. Oh, daar gaan we weer. Moet ik hier iedereen slopen of wat? Ik denk eigenlijk dat ik terug moest. Ik moest terug, sowieso. Ik moest terug. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Ik hoop dat ik nog op tijd ben. Let's go! Zijn we nog op tijd? Ah, dit hadden we ook gekund zonder superster. Oké. Ja, hier zijn er wel drie die we nodig hebben. Oké, cool. Top. Dan hebben we straks het driehoekje nodig. Een pionnetje. Die komt waarschijnlijk hier verderop wel. Hallo jongen, ga jij eens even kapot. Ga jij eens even kapot? Oké, is hier beneden de driehoek? I don't know, maar er ligt in ieder geval wel een stukje ziel hier. Ja. Kijk, we moeten dat ijsje pakken. Ijskootijd. En dan gaan we weer, jongens. Superpower! Lekker dit. Hier hebben we wel echt die superpower nodig, de superster. En weer drie stukjes ziel. Ik heb nog steeds niet alles. Ik ben een beetje in paniek nu. Hopelijk ligt hier nog een stukje ziel ergens die we kunnen pakken. Ja, hier ligt nog wat. Oh, en dat is alles. Nice. De paniek was nergens voor nodig, jongens. Dan moeten we even hier deze kast om laten vallen. Zo. Kunnen we dit nog even doen voor de fun? Oh, nice. Een collectible. Top. Toch nog goed om even in die hoek te kijken. En dan gaan we hier naartoe. Oh, dan gaan de deuren voor me open. Ik ben benieuwd. Hoe gaat dit lopen, jongens? Hier naar boven, hier naar boven. Hier omhoog. Ik zag daar al een stukje ziel, inderdaad. Hier ligt er ook één. Die kunnen we zo pakken met deze power-up. Ah, het is een leuke power-up, dit. Zo, hotse vlot. Oh, pas op. Ik denk dat we hier naar boven moeten. Maar beneden was ook nog een stukje ziel. Moeten we even goed opletten. Ah, dit gaat helemaal fout. Of, nou ja, eigenlijk gaat het helemaal goed. Ik zweef gewoon hier naar het stukje ziel toe, rustig aan. Dit was perfecte bedoeling, jongens. Ik had het zo in gedachten, hoor. Echt, ik meen het. Geen grappie. Ja, deze pakken. Auw. Dit gaat allemaal volledig volgens plan. Lekker dit. Hoe gaan we... Oh ja, we moeten dit denk ik zo doen.
deze zo, dan omhoog, dan eruit komen en dan gelijk dit, zo, ja, top. En dan weer terug hier naar boven. Dat kan gewoon weer via dit ding. Lekker. Ja, nice, nice, nice. Leuk. 30 stukjes hebben we al. En dit wordt nummer 31. Hot ziek idee. Easy. Lekkere power-up dit, jongen. Die prikkel, meneer. Love it. Go, go, go. Daarachter zie ik nog wat oogies. Hier zie ik een bom. Dan moeten we denk ik daar naartoe. Ja, richting de oogies. En richting de 3 stukjes ziel. En dan moeten we hier weg. Lekker. Oh, nee. Oh. Dit ging fout. Ik dacht dat het helemaal goed ging. Ik dacht dat ik op dit platform stond, maar blijkbaar niet. Oké, maar hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Zo gaan we dit doen ongeveer. En dan hierop. En dan nu zo zweven. Oké, eens even kijken hoor. Daarboven op dat anker ligt nog wat. Ja, dit zo. Oh, lekker. Ja, dat was het laatste stukje ziel. Dus als je hier niet uitkomt uit deze stukje ziel overal zoeken, check gewoon al deze video's. Want van elk hoofdstukje heb ik er eentje online staan. Zodat jij ook rustig alle stukjes kan vinden. Hier ligt nog een bom met een kist. En daarin zit... Oh, nice. Een geheime ster. Om de laatste krachten te kunnen power-uppen. Als je dat zo kan zeggen. Wat is dit? Dit herken ik niet echt. Oh, dit is gewoon de vuurkracht. Ik dacht, wat is dat nou, joh? We moeten hier gewoon alle dingetjes aanzetten. Even deze allemaal burnen. Ik zie hier nog wat... ja, hier nog één. Hier kunnen we gewoon overheen springen. Dan hebben we deze alvast te pakken. De kans bestaat dat we hier ook weer wat gaan missen, hoor. Want het is hier zo donker. Voorlopig gaat het denk ik nog wel goed. Deze aan... Ja, cool. Deze aanzetten. En dan denk ik mee. En dan gaan we gewoon lekker hier knopje indrukken. Terwijl we ook even afrekenen met deze dude. En met deze. En dan kunnen we hier naar binnen. En daar zitten er 3. Top. Springen we rustig naar de overkant. Wat ze vlot. Gaan we hier alle lampionnetjes aanzetten. Oh, hier komt een bison aan. Die was bijzonder snel, maar ook bijzonder snel dood. Wat gaan we hier doen? Hier moeten we deze aanzetten, maar ik denk dat we hier ijskracht nodig hebben of zo. Hier ligt nog wat. Ja? Oké. Okay. Oh, oké. Hier hebben we de ring. De Kirby ring. Let's go. Ook helemaal goed. Kunnen we daarmee het vuur uitblazen? En deze wegblazen? En deze wegblazen? Moeten we alleen niet al het vuur uitblazen, denk ik. Ik denk dat we dan een probleem hebben. Zo. Ja, hier zitten er 3. Zijn we compleet? Nee, we zijn niet compleet. Er zit ergens nog 1. We hebben er ergens eentje gemist. Maar waar is de vraag? Oh, hier is er gewoon nog 1. Hier joh, boven die kandelaar. Jeetje, oké, oké. Helemaal prima. Marco, prima, prima Marco, ja. Let's go. Welke baas woont hier dan weer? En welke power-ups kunnen we pakken? Vuur of de astronaut? Ik vind vuur nu wel leuk. En dan weten we toch ook gelijk welke baas het is. Het is Dolle Dillo. Die nu ook helemaal lijp is geworden, joh. Oké, pas op, hé. Pas op. Hij begint te gooien met nep Kirby's. Bommen Kirby's. Oh, oké. En hij... Oh ja, hij wilde mij vangen, hè. Dat mag niet. Dat mag niet. Ga eruit, Kirby's. Lekker. Lekker. Goed bezig. Niet mij vangen, vriend. Jij zult mij niet meer vangen. Gaan we naar beneden? Oké, doei. We gaan naar beneden. Nu gaat hij dat rollen doen, hè. En dan moet ik zo een sliding maken. Oh, dan moet ik nog een keer een sliding maken. En, ah, nog een keer, maar de derde ging fout. Ga je dit gelijk nog een keer doen? Doe eens even normaal, joh. Oké, cool. Ja, cool. Ben je nu duizelig? Oh my gosh, wat is die? Hij gaat helemaal los. Niet mij vangen, vriend. Ik maak jou kapot. Niet mij op mijn bommen gooien. Lekker. Ik maak jou helemaal kapot, jongen. Ik ben Charizard. En Typhlosion. In elkaar. Ik weet alleen niet wat je nu gaat doen. Dit ziet er best wel impressief uit. Dikke sneeuwstorm. Ah! Stop hiermee. Auw, dit deed pijn. Auw, dit deed bijna pijn. Oh, hij gaat weer dit doen. Ja, dan ga ik weer slidings maken. Lekker. Lekker. Hij is bijna kapot, jongens. Hij is helemaal bijna kapot. Oh, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Oké, ik ga ergens vuur gooien, zodat ik hem raak. Ja, dit gaat goed komen, dit gaat goed komen. Je gaat kapot. Je gaat kapot, jongen. Hier. Hier. Beam, beam, beam. Lekker. En op je rug. Hops, oké, wegwezen. Geef me die ziel van de Leon terug. Let's go.
49 stukjes hebben we weer te pakken. Oh, en we zijn er echt bijna nu. We moeten deze nog doen, deze vergetozone. En je ziet het, dat zijn de laatste stukjes ziel die we nodig hebben. En dan daarachter heb je het laboratorium. De volgende video is waarschijnlijk de ene laatste Kirby video. En ik heb echt een geweldige tijd. Ik hoop jij ook. Doe de duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!